luister, je gaat natuurlijk altijd beter zien, omdat het licht komt nou beter binnen. Komt ook scherper binnen ook. Maar wat je dus echt kan zien, moet je zelf ervaren. En verder is het niet iets om bang voor te zijn, de starenoperatie. In Nederland zijn we heel geroutineerd erin. Het is een veilige operatie. En als de dokter aandacht voor u heeft en even het moment heeft om met u te praten, dan is het iets waar u goed voorbereid naartoe kan gaan en voor u het weet weer buiten staat. Het gaat er tegenwoordig wel om in ziekenhuizen dat je zelf heel goed weet wat je wil en waar je naartoe wil. Ja. En ook wat voor soort informatie je wil. Want ik kan me voorstellen dat het bij elkaar houden van hoe het met je gaat en wat ze allemaal met je doen. Als je dat overlaat, je moet ontzettend wel erg voor jezelf opkomen. En dat natuurlijk op een positieve manier. Met Jacques Stijvers, Jolien de Jager en Karen de Vos praat ik in deze eerste aflevering van deze nieuwe podcastserie In en Al Oog van de Oogvereniging over staar. Jacques Stijvers en Karen de Vos ondergingen allebei een staaroperatie en vertellen waarom en hoe dat was. Jolien de Jager is oogarts en werkzaam in Oogziekenhuis Zonnestraal in Lelystad. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat is staar eigenlijk? Het antwoord op die vraag geeft Jolien de Jager. Staar is een natuurlijk verouderingsproces van de lens, waardoor die minder helder wordt of minder goed zijn werk doet, minder goed functioneert. Meestal is dat minder helder, maar soms kan dat ook minder goed brekend zijn, dat het licht niet meer mooi op één punt wordt gebundeld. Je gaat dan waziger zien, of soms zelfs dubbel zien met één oog, of verstrooiing merken van licht. Dus heb je hinder met een laagstaande zon. Dat zijn allemaal aspecten van staar, maar daardoor functioneer je minder goed. En dan kijken wij, als je bij de oogarts komt, of het aan de lens ligt. En als dat dan zo is, dan noemen we dat staar. Is dat vaak het geval? Ligt het vaak aan de lens? Ja, het ligt vaak aan de lens. Als je die ingangsklacht hanteert die ik net noemde. Hè? Er zijn natuurlijk andere dingen die je kan hebben met je oog. Je kan ook rechte lijntjes krom zien. Nou, dan weet de oogarts van dat is geen staar. Dat is meestal geen staar. Dan is die kans veel kleiner. Maar als het wazig zicht is en je komt van een bepaalde leeftijdscategorie, dan is 1 en 1 wel een beetje 2 en dan komt er meestal staar dan uitrollen. Ja. Het zijn meestal mensen die wat ouder zijn die staar hebben. Ja, bij uitzondering kun je ook geboren worden met staar. Dat is wel bijzonder. Maar als je met een heldere lens geboren bent, kan het soms zijn dat je, als je 40 of 50 bent, al staar ontwikkeld. Maar dat zijn wel uitzonderingen. Dus meestal is dat 65, 70 of nog wat ouder. Ja. En als je dan staar blijkt te hebben, wat doe je dan als oogarts? Eigenlijk begint het daar allemaal mee dat je vast moet stellen samen met de patiënt of er functionele beperkingen zijn. Zijn er echt beperkingen in het dagelijks leven? Dingen die mensen leuk vinden om te doen, maar die ze niet goed meer kunnen doen? Hebben ze er last van? Er zijn ook een boel mensen met een hele, hele troebele lens, maar die nergens last van hebben. Dan hebben ze wel staar, maar dan doen we er verder niks mee. Het begint met een probleem. Als het probleem er niet is, dan vinden wij dat bijzonder om naar te kijken, naar die lens, maar dan doen we niets. Nee, je gaat niet mensen aanpraten van, u moet echt iets aan uw lens doen. Nee, absoluut niet als die lens alleen maar zijn effect heeft op het zicht. Er zijn daar ook weer uitzonderingen op. Soms kan een staar ervoor zorgen dat er een verhoogd risico is op acuut glaucoom, dat is een andere aandoening. En dat is een medische aangelegenheid die we ten alle tijde willen voorkomen. En dan kan het bij uitzondering zo zijn dat iemand die geen last heeft van de staar, we toch willen overtuigen een staaroperatie te doen. Ja. Maar dat zijn de uitzonderingen. Voor de meeste mensen geldt, als je geen last hebt, hoef je er niks mee te doen. Waarom moest Jacques Stijvers een staaroperatie ondergaan? Omdat de lens van mijn enig werkbare oog helemaal vertroebeld was. Ik ben eenzijdig blind en het andere oog is met beperkt gezichtsveld door de glaucoom. Dus was de lens vertroebeld. En omdat die lens vertroebeld was en je glaucoom had, was het noodzakelijk om een staaroperatie te ondergaan? Ja, dat was de enige oplossing was dat nog. Op een gegeven moment was die lens troebel. Heeft dat heel lang geduurd voordat het zo was? Is dat een lang proces geweest? Ongeveer 5 jaar heeft dat geduurd. Daar komt dus ook, ik heb 13 jaar geleden ook nog een glaucoomoperatie gehad, ook. En die melding van die vertroebeling van de lens, dat begon een jaar of 5 geleden, dat de specialist in Maastricht dat constateerde. En toen was het al duidelijk van, er moet op een gegeven moment moet er iets gaan gebeuren. Ja, in eerste instantie vonden ze me te jong, 70 jaar. Maar ik heb toen gezegd van, je kunt het beter nu op tijd doen. Als dat je ouder wordt, is het de periode van herstel, kan dan langer duren.
En dat klopt dus ook. Nou gaat het vrij snel. Oké. De operatie zelf, de staaroperatie, is niet een hele ingrijpende operatie. Nee, dat klopt. Maar bij mij zit er dus een behoorlijke voorgeschiedenis, omdat er nog een centraal scotoom in het oog zit, een bloedprop. En die is een aantal jaren is die vrij actief geweest, dat hij zich verplaatste naar het centrum van het oog. Dus dan was het wel vrij riskant eigenlijk. Dus het was in jouw geval toch wel een riskante operatie? In principe wel, ja. Ik heb me er ook echt druk over gemaakt van tevoren, maar dat was helaas niet nodig. Nee, want je zat natuurlijk, je dacht natuurlijk van als dat maar goed gaat. Dat bedoel ik, ja. Dat was de grote vraag. Ja, ja. En de onzekerheid wat je dan hebt. Ja. Karin de Vos onderging ook een staaroperatie, maar wel aan twee ogen en onder één narcose. Nou, dat was op mijn verzoek, want ik heb niet zo'n beste verhouding met narcoses. Ik dacht, dan hoef ik maar één keer. Maar het tweede punt voor mij was dat ik alleen leef. En dus hulp moet organiseren voor het druppelen van mijn ogen. Een maand lang. En ik denk, ja, als ik dat oog voor oog doe, dan moet ik dat dus twee keer ook weer doen. En dat is eigenlijk ontzettend lastig. Dus ik heb het gewoon bij de oogarts aan de orde gesteld. En wat zei de oogarts daarvan? Nou, van ja, in eerste instantie van, ja, dat doen we niet. En toen waren we nog even aan het praten en toen zat hij denk ik te denken. En toen zei ik, nou ja, eigenlijk in jouw geval zou het eigenlijk best kunnen. Ja, en toen zei hij ook nog, nou ja, in Amerika, als mensen ver weg wonen, doen ze het soms ook wel. Dus ja, waarom wij niet? Maar de anesthesie moet het goedkeuren. Nou, die zei dus in eerste instantie natuurlijk ook nee. En toen had ik uitgelegd waarom ik het dus eigenlijk wel graag had. En toen zeiden ze aan het eind, nou ja, voor deze keer. Ja, want wat was eigenlijk de reden om te zeggen van de oogarts en van de anesthesist van, we willen het niet? Waar het natuurlijk eigenlijk voor is dat ze natuurlijk maar één oog, en als ze dan iets verpesten, dan verpesten ze dus maar één oog. En dan heb je in ieder geval het andere oog nog over en dat moet dan even rusten en dan doen ze nog een keer een operatie. Maar, en ook omdat als jij nog wat beter ziet, wat ik natuurlijk deed. Als je wat beter ziet, dan kun je met dat andere oog nog het een en ander doen. Tijdens dat het eerste oog aan het recoveren is en andersom. Maar ja, ik dacht, ach, een paar dagen wat minder zicht, dat overleef ik wel. Dus dat ving dan niet zo erg en het trok langzamerhand wel bij. En ik heb me de eerste dagen natuurlijk toch rustig gehouden. Eén en al oog. Wat houdt zo'n operatie in? Een staaroperatie, hoe gaat dat? De essentie is dat we de verouderde, vertroebelde lens verwijderen. Jolien de Jager. Naar het zakje. Er zit een heel flinterdun zakje om de lens. Mm-hmm. En die hangt met draadjes helemaal rondom, hele fijne draadjes. Hangt onze eigen lens in ons oog. Mm-hmm. En het doel van de operatie is de lens te verwijderen, maar dat zakje heel te laten. Want dat zakje gebruiken we dan weer om het nieuwe kunstlensje in terug te zetten. Dat maken we aan de voorkant open. We rollen het kunstlensje op, zodat het door een wondje van 2 mm kan. Dus allemaal super klein. En dan kunnen we dat lensje inbrengen in een soort opgerolde staat. En dan brengen we dat in dat zakje in en dan rolt zich dan weer uit. En op die manier hoef je niet te hechten of te lijmen, maar blijft dat lensje heel mooi precies daar zitten waar het voormalige lensje ook zat. Okay. Misschien een rare vraag. Dat uitrollen van dat lensje, duurt dat lang? Dat hangt een beetje van het materiaal af van de lens. In sommige gevallen gaat dat echt binnen 1, 2 seconden. En soms 10 seconden, maar niet heel veel langer. Dat verschilt een beetje. Soms moet je even wachten totdat hij zijn pootjes heeft uitgestrekt, zeg maar. En het gebeurt meestal onder een plaatselijke verdoving. Ja, en wat plaatselijke verdoving is, verschilt wel een beetje van ziekenhuis naar ziekenhuis. Elk jaar is een groot onderzoek onder alle Nederlandse klinieken over de voorkeursmethoden. En we zien toch wel dat onderhand bijna iedereen met druppeltjes het oog verdooft als we een staaroperatie doen. Dat vinden veel mensen een prettig idee, dat ze geen prik hoeven krijgen, maar volledig met druppels kunnen worden verdoofd. En dan voel je dus ook echt niks van de operatie. En dat duurt dan 20 minuten, half uurtje, alles bij elkaar? Als je ook de voorbereiding erbij telt, dus je komt binnenwandelen, dan moet je oog moet verdoofd worden, de pupil moet verwijd worden. Dus dat duurt een poos. De operatie zelf betekent dat er eerst wordt geverifieerd samen met u of u de juiste persoon bent, het juiste oog en al die veiligheidsvragen, dan mag je gaan liggen. En als we dan echt gaan beginnen, het operatiedeel is vaak maar kwartier.
is maar vrij kort. Je bent al met al wel misschien een half uurtje binnen, want je moet lekker gaan liggen en dan moet je ook weer opstaan en er vandoor. En je bent in totaal ongeveer een uur of twee binnen, met voor- en nazorg erbij. Dus dat valt eigenlijk heel erg mee. Ja, valt super mee. Maar dat zeggen de meeste mensen ook. Bijna altijd het eerste wat ze zeggen. Nou, dat viel me alles mee. Het is toch een heel ding om je ogen te laten opereren. Is het zo? Het is de meest voorkomende oogoperatie? Ja. Het is niet een hele ingewikkelde oogoperatie. Maar gaat het altijd goed? Niks gaat altijd goed. Was het maar zo. Ja. Al is het wel een van de meest veilige operaties. Ja. Als je kijkt naar de aantallen die we uitvoeren en hoe vaak er dan een complicatie optreedt. Ja. Want daar hebben we het dan over als het niet goed gaat. Dus wij doen bijvoorbeeld bij Zonnestaal 11.000 staaroperaties per jaar. En daar houden we precies van bij wanneer iets niet volgens plan ging. En dat blijkt toch maar heel weinig te zijn. Als je al de complicaties bij elkaar optelt, dan kom je op iets van 5% uit waar iets op aan te merken was. Maar ernstige complicaties waarbij er ook gezichtsvermogenverlies optreedt. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk iets anders dan wat ongemak of een wat langdurig moeten druppelen. Dan heb je het over een procent. In de aanloop naar de operatie hebben ze een gesprek met jou gehad? Of hebben ze erop voorbereid? Of hoe is dat gegaan? Jacques Stijvers. Ja, meerdere gesprekken. Ik ben steeds in behandeling geweest van de professor in Maastricht. Professor Wevers, die wel bekend is. Daar loop ik al 25 jaar in dat medisch centrum. En hij heeft de operatie ook gedaan en ook de hele voorgeschiedenis. Ook de voorgesprekken heeft hij dus ook gedaan. En dan moet ik erbij zeggen, toen de voorbereiding van de staarkliniek, want dat was weer een aparte afdeling, die arts die heeft ook een heel goed gesprek met mij gehouden ook. Dat is ook heel geruststellend. En waar gingen die gesprekken dan over? Of hoe gingen die dan? Het precieze verloop en de eventuele risico's bij mij, wat erbij zou komen. Hè? Bloedingen, dat was een risico. En omdat je maar één oog hebt nog, dus dat was ook een risico. Ja, ja. Je hebt niet overwogen om te zeggen van, ik laat het niet doen, want het is misschien te risicovol? Dat heb ik inderdaad overdacht, ja. Maar daar zaten natuurlijk ook weer gevolgen aan, namelijk dat je dan met dat één oog wat je nog had, heel slecht zag. Of misschien wel in wezen blind werd. Ja. Ja, dat risico zit erin. Ja, dat is hetzelfde wat met het andere oog gebeurde is ook. Wat was voor Karin de Vos eigenlijk de reden om een staaroperatie te ondergaan? Nou, dan moet ik eigenlijk even terug in de geschiedenis. Zo'n 18 jaar geleden had een kennis van mij, die had een acute glaucoomaanval. En toen moest hij naar het ziekenhuis en toen wou ze in eerste instantie zelfs zijn ogen nog verwijderen. En toen hadden zij, zegt hij en zijn vrouw, nee, dat doen we niet. Maar goed, dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En toen zei ze, ja, als wij ouder worden, want ja, ik kwam ook nooit bij een oogarts hoor. Van ja, wij kunnen allemaal natuurlijk ook staren of glaucoom of wat dan ook krijgen. Naast wat we dan al hebben aan handicap. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo gek om af en toe naar een oogarts te gaan. Want dan heb je er in ieder geval ook één, mocht men ooit eens in een bepaalde situatie vragen, wie is je oogarts? Want dat gebeurde bij mij dus en dan moest ik altijd zeggen, nou, die heb ik niet. Dus op mijn 40ste ging ik. En op mijn 45ste, en toen was er ineens geen oogarts meer, maar een optometrist die nakeek. Alleen als er dan wat was, dan zouden ze wat doen. En toen had ik op een gegeven moment, toen was ik nog net geen 50, in het jaar daarvoor, had ik een rare rode plek in mijn linkeroog zitten. En mijn moeder die attendeerde mij erop. Toen dacht ik, nou, gaan we nou dit jaar gewoon iets eerder naar oogheelkunde. Dat heb ik gedaan. En die optometrist die constateerde dat die plek dat allemaal niet zo erg was. Maar die zei toen dat ik een beginnende staar had. En dat we dat gewoon in de gaten moesten houden. En toen kreeg ik in de jaren daarna kreeg ik wat meer last met mijn ogen. Erg veel spanning op mijn ogen. Toen dacht ik, ja, misschien belemmert die staar ook wel een beetje de lichtinval in mijn ogen. En vandaar dat ze zich dan op een rare manier gaan inspannen. En daar kreeg ik hoofdpijn van en trekkingen in mijn voorhoofd en zo. Toen ben ik nog maar eens gegaan. Ja, daar kwam niet zoveel uit. Toen ben ik wel bij een oogarts geweest, maar die beviel me ook niet zo heel erg goed. Maar inmiddels wist ik dat het hoofd van oogheelkunde, dat iemand was die ik van vroeger kende. Zijn zus heeft bij mij in de klas gezeten en mijn zus heeft bij hem in de klas gezeten vroeger. Dus daar kende ik hem van. En toen dacht ik wil het gewoon ook nog eens een keer aan hem vragen. Dus toen heb ik gevraagd, heb ik weer opnieuw een onderzoek gevraagd. Toen kreeg ik eerst een arts in opleiding. En die zei, jij hebt een hele lastige staar, want hij was inderdaad wel groter geworden. Ik geloof dat ze dat later een zachte staar hebben genoemd. Hij zat geloof ik echt helemaal achter de lens. Ze konden daar ook wat moeilijker bij. Dus hij zei, sowieso als je geopereerd wordt, ga ik dat niet doen. Want ik ben nog maar in opleiding.
Dat soort dingen mag ik nog helemaal niet doen. En toen, maar toen zeg ik, nou ja, overleg het dan maar eens met dokter Brink. En dat heeft hij dus gedaan. En toen moest ik daarna dus inderdaad bij hen komen en even toen nagekeken en gezegd, nou, ik wil het wel doen. En toen we er dus uit waren dat we het wel dubbel wilden doen, toen zei hij ook dat het dan wel steeds dezelfde procedure is. Dus het is niet zo van het ene oog is klaar, we slaan het doekje even om en we doen meteen het andere oog. Maar nee, eerst gaan dan de handschoenen uit, dan gaat weer opnieuw geschrobd worden. Ja. De procedures worden, alleen was ik dan natuurlijk onder zeil, dus ik kon niet zeggen wie ik was en hoe oud ik was en waar ik voor kwam. Dat had ik maar één keer hoeven doen. En daarna zou die het dan dus inderdaad doen. Eén en al oog. Stel, er is iemand die heeft dus last van staar en die wil inderdaad geholpen worden. Die wil wel een nieuwe lens. Heb je dan één soort lens of zijn er allerlei soorten lens? Of moet je gaan kijken bij die persoon van dit zou het beste bij die persoon passen? Er zijn meerdere soorten lenzen. Jolien de Jager. Maar die worden wel een beetje op de persoon en op het oog uitgezocht. Er moet een goede match zijn tussen wat iemand wenst, of die wensen reëel zijn, of wij dat kunnen, en of het oog geschikt is. Dus wij doen het bij ons hier meestal zo dat we het een beetje stap voor stap doen. Je komt met je klachten, ik zie niet goed bij de oogarts, dan krijg je te horen, nou, het is staar, je kunt wel of niet opereren. Dan zegt de meneer of mevrouw, nou, ik wil wel graag geopereerd worden. Mooi, dan gaan we kijken naar wat is voor u de beste lens? Dat doen we stap voor stap. Je kunt het niet allemaal in één keer behappen. Dat is te veel informatie. En als mensen de wens tot brilvrijheid hebben, daar begint het mee. Als iemand zegt, nou, ik heb gewoon een brillengezicht. Ik vind dat, zo ben ik mijn hele leven al. Ik kan mezelf niet voorstellen zonder bril. Dan doen we de staaroperatie. En dan krijg je de basislens. En dan houd je je bril. Dan blijft alles het min of meer hetzelfde. Maar sommige mensen zitten hun hele leven al te wachten op het moment om van hun bril af te komen. En dan kan de staaroperatie het moment zijn. Nou, dan duiken we samen daarin om te kijken wat dan de opties zijn. Heb je veel opties? Ja, en die markt verandert ook heel snel. Er zijn continu ontwikkelingen in die implantlenzen die het concept verfijnder maken. Die maken dat ze beter presteren met minder bijwerkingen. En dat die balans steeds gunstiger ligt. Dus dat is een markt waar je ook als oogarts heel actief in moet deelnemen om te zorgen dat je bijblijft. Elk half jaar zijn er wel weer nieuwe lenzen. En je wilt kritisch zijn. Je wilt dat ze zich eerst kunnen bewijzen, die lenzen. Maar je wilt ook wel het up-to-date houden voor de mensen die bij je komen. Ja. Kunnen mensen daar bijwerkingen van krijgen? Ja, elke kunstlens heeft bijwerkingen. Want een kunstlens heeft per definitie iets kunstmatigs. Het is niet zoals je eigen lens voordat je staar had, voordat je de leesbril nodig had, toen alles goed was als dat punt er is geweest. En er zijn mensen die altijd minder goed hebben gezien, maar ervan uitgaande dat je een gezond goed oog hebt gehad, zo goed kan geen enkele kunstlens het. Overal zitten kanttekeningen aan. Maar de ene lens heeft dat minder dan de andere. De brilvrijheid, daar zit een prijs aan. En die prijs, die betaal je in de mate van de bijwerkingen. Die multifocale implantaten, die markt gaat zo snel dat we ons daar niet committeren op maar één leverancier. Nee. Dat houden we helemaal open. Nee. En multifocaal betekent dat je er ook, net als in een bril, je kunt kijken en lezen, zeg maar. Precies. Voor veraf en voor dichtbij. Precies. Met het kijken delen we dat een beetje op in drie afstanden. Je hebt de verte, een tussenafstand en het lezen. Ja. En op die drie afstanden scoren verschillende implantlenzen verschillend. Dus je hebt bifocale lenzen, die kunnen twee afstanden van de drie. En je hebt trifocale lenzen, die kunnen drie van de drie. En je hebt de basislens, die kan één van de drie afstanden. En dan zijn er wat tussen, wat hybride vormen van lenzen. Ja. Nou, en dan probeer je dat te matchen aan de wensen van de patiënt en wat het oog het beste verdragen kan. En hebben ze voordat die operatie plaatsvond ook met jou gesproken over van wat voor lenzen erin gingen doen? Karin de Vos? Heel even. Zo van, nou ja, ik doe gewoon een plus één lensje erin, want ja, bij mij maakte dat toch niet. Het ging er maar om dat er een lensje in kwam. Ik weet wel dat ze dat natuurlijk bij mensen die nog iets meer zien, dat ze daar natuurlijk iets zorgvuldiger mee doen. Ja. Maar ja, met dat restvisusje van mij was dat eigenlijk niet zo heel erg van belang. Dat was ook niet de reden om je te laten opereren, hè? Nee. Dat was meer de reden was meer van wat je al zei van je had een beetje last van je ogen, hoofdpijn, spanning, dat soort dingen. Ik ken een blinde man, die is er te lang mee blijven lopen en die had zo'n verharde staar. En die heeft het dus wel per oog gedaan en met plaatselijke verdoving, dat ze met één oog anderhalf uur bezig waren.
En achteraf zei ze toen tegen hem van nou, als we dat van tevoren geweten hadden, hadden we je onder narcose gewoon geholpen. Want dit was gewoon natuurlijk geen doen. Dan moest je steeds verboverdoving bij spuiten. Nou, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Ja. Dan heb je een bril op. Dat is zo'n overzetbril. Ja, dat is een UV tegen het scherpe licht. Tegen het scherpe licht. Maar dat is gewoon voorlopig, want het duurt even voordat de nieuwe bril komt. Ja, ja. Ja, want het is ook inderdaad zo dat er is ook nog een bril in de maak. Ja, ja, is in de maak. Straks is dus de combinatie van de nieuwe lens met een bril. Ja. En dat moet echt resultaat gaan opleveren. Ja, er is ook met bepaling van de sterkte van de lens is er een uitgegaan, dus met de combinatie van de bril. Kijk, ze kunnen dus ook een andere lens erin zetten dat je die bril niet meer nodig hebt. Ja. Maar in mijn geval heb ik dat bewust niet gedaan. Want ik heb al vanaf mijn vijfde, zesde jaar een bril op. Ik ga niet zonder bril lopen. Ja, want iedere lucht... windvlaag, dat voel je op je oog, daar ben je gevoelig voor. Ja, dus dat doe ik niet. Nee. En in combinatie met een bril is het toch goed te doen? Dat is goed te doen, ja. En een zomerdag of als de zon schijnt, heb ik die overzet. Ze hele overzet, glaucoombril heb ik op. Ja. En dan is het goed te doen. Ja. Hoe kijk je terug op die operatie? Karin de Vos? Ja, de operatie verliep denk ik gewoon wel goed. Het was allemaal een beetje gehaast. Dat was eigenlijk het naaste, dat het allemaal gehaast was, omdat ik... Omdat ze het allemaal zo druk hadden, dus zodat ze me nauwelijks tijd hadden om me voor te bereiden en me weg te brengen. En toen stond Hendrik Brink ineens naast me en toen zei hij, ja, er moet eigenlijk nog een medicijn in die ogen. Want daar zijn we nog niet aan toegekomen. En toen zei hij, nou, ik zie het al, die pupillen zijn wijd genoeg, hoeft niet. En dat was dan wel weer mooi, dat schoot tenminste meteen een beetje op. Ik moet zeggen dat het eigenlijk wel goed verliep en ze hadden een soort plaatjes voor mijn ogen geplakt met pleisters waar gaatjes in zaten. Dus daar kon lucht door. Dat was wel prettig, want toen zat ik op een gegeven moment weer terug op mijn kamer. En toen zag ik een gloed van de raamkant komen. Dus toen zei ik, schijnt de zon? Ja. Dus ik had zoiets, oh, nou kijk, dat zie ik dus alvast weer. Ja, dus ja. Dat is in ieder geval wel. En voor de rest moet ik zeggen dat het een beetje schipperen was met het druppelen. Mm-hmm. Omdat die thuishulp, die heeft meestal alleen maar een ochtendshift en een avondshift. En dan is het heel erg lastig om 3 keer per dag te druppelen. Er zijn ook thuishulpen die gewoon zeggen dat doen we niet 3 keer per dag. We kunnen niet 3 keer per dag langskomen. Nou hebben wij het zo gedaan, vooral ook als wij daar gewoon echt een goede... tijdsregelmaat in wisten te brengen, dat ze 's ochtends kwamen en dan aan het begin van de middagshift en dan aan het eind van de avondshift. Ja, want het gaat natuurlijk om dat het om de zoveel uren gaat, ja. Hè? Ja, nou, en dat er regelmaat zei, ik zei van ja, we moeten daar toch iets op vinden. Dus zij kwamen dan 's ochtends vroeg en dan kwamen ze aan het begin eigenlijk van de avondshift, kwamen ze om 4:00, probeerden ze dan er te zijn. En dan kwamen ze vlak voor het slapen gaan om 22:30, probeerden ze er dan te zijn. En het is wel niet helemaal wat de arts in het ziekenhuis graag heeft. Maar wij zeiden, als we dat nou een beetje echt elke dag ongeveer op deze tijden kunnen doen, voor die 3 keer per dag, 2 weken lang, dan zal het wel gaan. En het is ook inderdaad gegaan. En toen na 2 weken die middagdruppeling weg kon, was het natuurlijk meteen ook een stuk gemakkelijker, ja, ook voor die verpleegkundige. Ja. En ik moet ook zeggen, de ene druppelaar is de andere niet. Dus de ene heeft er ook duidelijk meer slag van om hem precies erin te mikken. En waar wij gaandeweg achter kwamen, en dat kwam eigenlijk ook weer door een van die helpers, die had daar sowieso slag van. En die zei dan, want ja, je oog slaat natuurlijk helemaal dicht. En we moesten sowieso een minuut wachten voordat een tweede druppel erin mocht. Dus ik heb eigenlijk elke keer ook met een doos tissues er gezeten. En als ik dan meteen na druppelen met de tissue even een tijdje rustig tegen dat oog aan ging zitten, was het sneller geregeld met dat oog. Ik heb alleen erg veel last gehad toen eenmaal het druppelen gedaan was en de eindcontrole was. Bij die eindcontrole heb ik toen tegen Hendrik Brink gezegd, ik heb zo ontzettend veel last van droge ogen. En toen heeft hij me wel een recept meegegeven voor kunsttranen, maar hij zei, wacht er even een paar weken mee. Maar kijk even of het weer een beetje vanzelf op gang komt. Want die ogen waren natuurlijk inmiddels gewend aan dat er regelmatig druppels in kwamen. Ja. Dus ja, ik denk dat de traanklieren daar weer even op stoom moesten komen, ja, of zo. Kan je dat dan samenvatten als een van de complicaties na de operatie? Droge ogen, ja, dat zou kunnen. Of van jij in ieder geval last van? Dat was in ieder geval van mij, bij mij, dat ik daar wat last van had. Maar voor de rest moet ik zeggen, ik had eigenlijk nauwelijks pijn. Het was hoogstens wat geïrriteerd. Ik vond dat het gewoon heel netjes gedaan was door een kundige arts. En hoe verliep bij Jacques Stijvers de staaroperatie? Goed.
heel soepel. Het eerste spannende was toen je op de afdeling anesthesie kwam, dat de prik werd gezet voor het verdoven van de oogzenuw. Die werd dus in de ooghoek werd die ingezet en die anesthesist die bleef doorpraten. Bleef steeds doorpraten van naar rechterkant, rechtsboven kijken en niet knipperen. Of je kon niet knipperen, want er zit een klem op het oog, dus dat het oog open blijft staan. Het is heel rustig verlopen. Dus ook die, zeg maar die verdoving, daar merk je niet veel van? Nee, daar merk je bijna niks van. Nee. Alleen in mijn geval, omdat je dus een oog blind bent, werd alles zwart en dat was een beetje raar. Ja. Maar dat is wel verklaarbaar natuurlijk, voor gewaarschuwd ook. Ja, ik was benieuwd van als dat oog wat geopereerd moet worden, als dat door middel van die spuit de oogzenuw verlamd wordt of verdoofd wordt, dan was ik benieuwd of er nog iets van licht zichtbaar was in dat blinde oog. Maar dat was niet zo, het was allebei zwart, dus dat was wel een vreemde ervaring. Constant zijn ze aan het praten van hou je rustig, rustgevend was dat. Ook in de operatiekamer, de professor en zijn assistenten ook. Dus dat bleef heel rustig. Geen enkel bijgeluiden, heel rustig is dat verlopen daar. Die operatie, hoe lang heeft die geduurd? Een half uur ongeveer. Ja, half uur denk ik. Ja, 20 minuten tot een half uur. Ja. Toch nog minder zelfs. Een en al oog. Mensen die slechtziend zijn en die bijvoorbeeld glaucoom hebben of macula-degeneratie, die kunnen ook een staaroperatie krijgen. Of misschien moeten die soms al een staaroperatie krijgen. Jolien de Jager. Ja, voor die mensen is heel vaak, technisch gezien, bijvoorbeeld bij macula-degeneratie, is technisch gezien de staaroperatie precies hetzelfde als bij iemand die die aandoening niet heeft. Wat lastiger is op voorhand voorspellen, is het zinvol? Als iemand een volstrekt gezond oog heeft en hij ziet op een bepaald moment niet goed meer, dan durven wij dat vrij stellig te wijten aan die staar. En dan durf ik ook te zeggen, nou, na de staaroperatie zien uw vooruitzichten er veel beter uit. U gaat er goed, veel beter van kunnen zien. Ja. Maar als iemand maculadegeneratie heeft, is het bijvoorbeeld veel lastiger. Iemand zag al heel lang niet goed. En ja, het afgelopen paar jaar is het verslechterd. Komt dat dan door de staar of is toch de maculadegeneratie achteruit gegaan? Dan durf je veel minder stellig over de uitkomsten, de zin, de winst van de operatie, moet je heel voorzichtig zijn. Dus die balans ligt anders. Bij glaucoom is het soms zo dat we een noodzaak zien om de staar te verwijderen, om meer ruimte te maken in het oog en daarmee de oogdruk te verlagen. En dan hoeft het niet eens vanwege gezichtsscherptewinst te zijn, maar het beter behandelbaar maken van het glaucoom, dat we om die reden een staaroperatie doen. Het is zo, je bent aan één oog ben je blind. Ja. Hoe is dat trouwens gekomen? Nou, dat is gekomen door het doorbranden van de oogzenuw. Dus de zenuw tussen achter het oog en de hersenen. Die is doorgebrand van het een op het andere moment. Een lichtflits en dan was het weg. Oké. Wist je toen al dat je glaucoom had of niet? Nee. Dat is, daarna is dat pas vastgesteld. Ja. Want je had wel een bril altijd, hè? Heb je verteld dat je wel altijd een bril had. Maar er is nooit onderzoek gedaan van of je misschien een oogafwijking had. Het enige wat toen gezegd werd, je hebt een lui oog, maar verder werd daar niks aan gedaan. Nee. Dus je praat over 60 jaar geleden, dus was die ontwikkeling nog niet zo. Nee. Karin de Vos. Het gaat er tegenwoordig wel om in ziekenhuizen dat je zelf heel goed weet wat je wil en waar je naartoe wil. Ja. En ook wat voor soort informatie je wil, want ik kan me voorstellen dat het bij elkaar houden van hoe het met je gaat en wat ze allemaal met je doen, als je dat overlaat, dan je moet ontzettend wel erg voor jezelf opkomen. En dat natuurlijk op een positieve manier. Maar ik denk wel eens dat, misschien juist omdat ze ook al erg op de digitale dossiers vertrouwen en dat niemand meer voor je bijhoudt hoe het in het algemeen met je zit. Dus zolang je dat zelf kunt doen en die eigen regie zelf kunt houden, is er ook niet zoveel aan de hand. Maar ik denk dat als je dat overgeeft, dat het misschien wel eens wat lastig zal zijn. Dus het is altijd wel aan te raden om, als je zelf ook door dat je labiel bent of kwetsbaar of gewoon door dat je bewusteloos bent of wat dan ook. Het is toch altijd wel zaak om iemand te hebben, iemand van je intieme die dat dan voor je doet. En het voor jou allemaal in de gaten houdt of het allemaal wel klopt. En ja, ik heb het natuurlijk nu zelf kunnen doen, in de gaten houden of alles wel klopt. Maar dat kun je dus niet. Het was niet iedereen gegeven. Het is niet iedereen gegeven natuurlijk. En ja, dan is een ziekenhuis natuurlijk echt een fabriek. En dan moet je
toch wel van goede huizen komen, wil alles wel goed in de gaten gehouden worden. Dan denk ik, daar ben ik dan toch echt wel graag nog even zelf een beetje bij. Eén en al oog. Jacques Stijvers. Ik moet wel constateren, ondanks dat je dus maar aan één oog ziet, met beperking en met gezichtsveldverlies, dat je toch nog een hoop dingen kunt doen en nog van het leven kunt genieten. Dat is zonder meer feit. Ja. Dus we gaan regelmatig op reis op vakantie. En dan, kijk, ik zie wel niet wat mijn vrouw ziet en wat zij bijvoorbeeld fotografeert, wat ze veel doet. Maar je kan er toch van genieten. Ja. Met die beperking kan je toch nog veel doen. Ja. En met zo'n staaroperatie helpt het misschien nog extra? Ik denk het ook, ja. Ik denk het ook, ja. Ja, dat het beter gaat. En met Jacques Stijvers uit Echt besluiten we deze eerste aflevering van de Oogvereniging podcastserie Een en Al Oog. Daarin hoort u verder nog de stemmen van Karen de Vos uit Den Bosch en oogarts Jolien de Jager, verbonden aan oogziekenhuis Zonnestraal in Lelystad. Een en Al Oog werd gemaakt door Martijn Vet, Carlijn de Winter, Bobby en mijn naam is Krit Wilshuis van Tekst in Zicht Audio. Wat ons betreft, graag tot de volgende Een en Al Oog.